Als ik binnengetrokken ben in mijn living, dan ben ik in de Je hebt wat strekjes te plaatsen. Elke dag staat dat aan mijn raam. Dat is gewoon een kind of zo. Heb jij geen dochter of een kleindochter? Nee, ik heb geen kinderen. Als mijn collega zei, geesten dat bestaan niet. Allee, het is niet omdat je hier een bos op kan branden, dat dat allemaal mee gebeurt. Iemand van de buren heeft gebeld, maar ze dachten dat het hier brandde. Ja, dat is niet mogelijk. Ja. Ja, dus zo een klein beetje minder bij mijn buren. Pas er wat op, want dat is ook niet zonder gevaar. Oké, okay. Zal wat minder. Nu dat daar sms-verkeer blijft, is er nog een klant. Een dame is dan. Door iemand die haar onophoudelijk belde, dag en nacht met een anoniem nummer. Als ze opnam, zei de beller niets. Els is bang en aangedaan en wil weten wie haar opbelde en vooral ook waarom. En heeft de procureur daar nog niks gevorderd of zo? Procureur stuurt vordering voor identiteit anonieme beller naar de provider. En daar hebben we nog geen antwoord van of wel? Nee, daar zijn we nog op aan het wachten. Ja, zo magister gedaan. En welke providers hebben we er een nummer van? Hier. Ja. Klopt. Goedendag, Erik Gules hier van de lokale recherche. De jongen van 23 die werd doodgeschoten bij haar thuis. En werd blijkbaar gestalkt. Dat weten we omdat zij gisteren een klacht komen indienen is bij de politie. Zij werd herhaaldelijk gebeld door een anoniem nummer. En telkens als zij opnam, dan werd er niets gezegd aan de andere kant en werd er ook ingehangen. Het is van uiterst belang dat wij zo snel mogelijk de identiteit van deze anonieme beller te weten komen. Want waarschijnlijk heeft hij ook iets met haar gewelddadige dood te maken. Ja. Nee, bedenk in elk geval. Jawel. Het gaat over Yves Meen. Woont in de Goudstraat 88. Dan ga ik onmiddellijk al wat naartoe sturen, ja, hè? Daar lijkt me een goed idee. Goudstraat? 88.